Je hebt een vastgoedpand gefixt. Gefeliciteerd. Maar welke huur moet ik vragen wat handig is? Daar is waar deze video over gaat. Let's get into it. De vraag blijft altijd, hoeveel huur kan ik eigenlijk vragen? Nou, we hebben altijd ten allereerste de huurcommissie. Yay. Want de huurcommissie, daar zijn we niet altijd blij mee. Als verhuurder is de huurcommissie eigenlijk een beetje een soort van belastingpartij. Weet je, van, oh man, vreselijk dat ze er zijn, maar ze moeten er maar zijn. Oké, dan maar. Want de huurcommissie heeft namelijk een volledig systeem opgebouwd waarin je de huurpunten aan kunt tellen. En dan weet je eigenlijk van, oké, met al deze dingen die ik in mijn huis heb, hè, bijvoorbeeld hoe lang is je aanrecht? Hè, is je aanrecht langer dan 2 meter, kun je meer punten instrikken. Waardoor je dus een hogere huur kunt vragen. Of hoeveel getegelde muren heb ik bijvoorbeeld in mijn toilet. Hoe meer tegelwerk, hoe meer punten je kunt krijgen. Hoe meer punten, hoe meer huur je kunt vragen. Dus dat is vrij simpel. Dat is gewoon eigenlijk een soort van rekensom. Een soort van calculator. Wat je eigenlijk invoert allemaal in je computertje. En dan weet je hoeveel huur je kunt vragen. Dat is de eerste. Dat is de huurcommissie. Maar in de huidige tijd, waar iedereen loopt te roepen steeds van oh, woningtekort, woningtekort, we hebben woningtekort. Nou, dat, eigenlijk heel veel mensen die hebben de scheid aan. Want je kunt wel die huurpunten officieel gaan lopen invullen. Dan kom je misschien uit op €500 huur wat je kunt vragen. En toch betaal jij voor jouw pandje misschien wel €750. Dan denk je, hoe kan dat nou? Ik betaal gewoon vet veel geld, zeg maar. Ik betaal gewoon €250 extra. Hoe kan dat nou? Nou, dat is nou, punt is, er is een woningtekort. Er zijn meer mensen die een woning zoeken dan dat er woningen worden aangeboden. Daardoor is die schaarste er en dan kunnen die verhuurders allemaal bepalen wat zij maar willen. Jij als huurder hebt eigenlijk weinig te zoeken, want ja, je kunt wel lopen roepen van ik wil die huur niet betalen, maar vaak word je er gewoon uit geknikkerd. En dan heb jij geen woning. Ja, vervelend. Maar jij voelt je dan wel een beetje genaaid. Nou, de vraag is van deze video is van hoe kun je dan de huurprijs zo bepalen dat jij als verhuurder niet een pandjesmelker bent, dat je denkt van nou man, ik knijp die lui helemaal uit, zeg maar. Maar aan de andere kant zorg je wel van, hoe zorg ik nou dat ik voldoende rendement haal? En dat is een tool die je kunt gebruiken op Funda. Op Funda heb je een tool, daar kun je kijken wat de huren zijn marktconform in de regio waar jij jouw vastgoedpandje hebt gehaald. Je kunt gewoon een locatie intypen, je klikt op wat is nu te huur en wat is er verhuurd in de afgelopen tijd. En dan kun je gewoon zien wat de huren waren van de vergelijkbare panden in die omgeving en hoeveel ze verhuurd zijn voor het afgelopen jaar. Vaak is dus de archief wat online en gratis en toegankelijk is voor iedereen, is over een jaar toegankelijk. Nou, dan kun je gewoon kijken wat is er in het afgelopen jaar te huur gestaan, wat is er ook verhuurd voor een bepaalde prijs. En dan weet je ook, dit is marktconform. Gemiddeld gezien voor alle woningen in die omgeving die een vergelijkbare woning zijn. Want je kunt in principe gewoon selecteren op de type woning die jij hebt en dat naast die van jou zetten. Ja, dus dan kun je gewoon naast elkaar neerleggen en dan weet je, oh, dus dat is de prijs voor de gemiddelde huur in die omgeving. En in die wijk en in dat type pand. Dan ga je natuurlijk kijken, is hoe presteert jouw pand, jouw unieke pand, ten opzichte van de panden die daar nog zijn. Heb jij bijvoorbeeld goed geïsoleerde wanden en dak bijvoorbeeld, nou, dan heb je een hele andere situatie. Dan zou je meer kunnen vragen. Dus is jouw energielabel hoger, kan je meer vragen. Maar dus in eerste instantie ga je kijken, wat is marktconform in die omgeving en wat is voor jouw pandje marktconform. Dat is altijd belangrijk. En daarna ga je natuurlijk kijken, voldoet mijn pand wel aan al die huurcommissiepunten? Want uiteindelijk kan een huurder altijd de huur aanvechten, mocht het echt gewoon radicaal te gek zijn. En daarom is het de kunst ook voor jou als investeerder, om goed te kijken, we gaan geen radicale ideeën doen. Dat is niet oké. Ik snap wel dat je veel geld kunt vangen, maar uiteindelijk moet je wel kijken, deze mensen willen ook gewoon uiteindelijk een dak boven hun hoofd. En jouw taak is, jij hebt dit pandje aangekocht voor de belegging voor jezelf, snap ik volledig. Maar je moet wel kijken, je moet wel ethisch verantwoordelijk omgaan met al die mensen die in jouw woningen wonen. Want uiteindelijk, jij voorziet hen van een dak boven hun hoofd. Dus het is jouw taak om wel goed te zorgen voor die mensen. En dan niet alleen maar uit te kijken van geld, 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 geld. Want het gaat niet alleen om geld. Het gaat om 1. Voor jou een goede belegging. Maar 2. Dat die mensen een goede dak boven hun hoofd krijgen en dat ze goed verzorgd worden. Daar gaat het wel om. Ja, dat was het eigenlijk. Dus ik zou zeggen, zo bepaal je huur, kijk marktconform in die omgeving. Mocht je meer video's zoals deze willen zien,
Check mijn kanaal natuurlijk, daar zijn meer video's zoals deze. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, klik dan op de abonneerknop. En natuurlijk, mocht je vragen hebben, laat een berichtje hieronder achter. Voor nu, dank ik je wel. Tot de volgende. Hoi hoi.